Een spiegel, een koptelefoon en hypnose. Ik denk dat dus als je mensen dus onder hypnose hebt, wat weet ik ervan, dat die mensen dan dus in hun hoofd eventueel dus een opdracht uitgevoerd kunnen horen worden van doe dit of doe dat. En dat is dus, dat kan bij sommige mensen dus gewoon een levendige stem worden, maar ook gewoon iemand met een eigen wil. Die dan heel graag wil dat de opdracht wordt uitgevoerd en wel de opdracht van de hypnotiseur. En iemand die kan er dus helemaal gek van worden bijvoorbeeld. En dan kunnen dus iemand zijn hele leven die kan er door op een kop komen te staan. Je kan aan de medicijnen komen enzovoort enzovoort. Maar wat ook kan, als iemand er gewoon een ander onder hypnose heeft, tenminste dat denk ik, is dat bijvoorbeeld diegene helemaal niet een opdracht uitgevoerd hoeft te horen worden. Het is maar net wat de opdracht ook is van de hypnotiseur. Dat denkt men dus. Maar als iemand vaker gebruik maakt van een opdracht, dan is dat dus wel een deel in iemands hersenen die steeds energie krijgt. En die deel in diegene's hersenen, dat is dus de opdracht van de hypnotiseur. En diegene die dan, zeg maar, als het wel een stem is die dan een opdracht wil uit laten voeren, dat is dan dus ook de stem van de hypnotiseur doorgaans. Maar het is ook gewoon de energie van de hypnotiseur die in een gehypnotiseerd persoon zit. En zodoende kan iemand dan dus ook dingen overnemen van een hypnotiseur. En dan wel te verstaan ook de echte dingen van de hypnotiseur zonder dat het is doorgegeven aan een gehypnotiseerde. Dus die gehypnotiseerde krijgt gewoon dat eventueel per ongeluk af en toe mee. Dingetjes van de hypnotiseur dus. Van de schuldige zou je ook kunnen zeggen in sommige gevallen dus. En als de opdracht dus vaker wordt uitgevoerd, zonder dat er een hoorbare hypnose opdracht is in diegene's hoofd, van een wil die dan iets wil, een schizofrenie wordt het dan best ondergeschoven, dan nog kan diegene in een schizofrenisch hoekje belanden of in een ander soort hoekje. Omdat die energie in de hersenen die steeds energie krijgt, dat wordt dus op laatst gewoon een deel in het bewuste deel van iemands hoofd. En zoals je zelf groeit, ook geestelijk, zo heeft ook dat deel van de hypnotiseur in diegene's hersenen ook een deel dat ook gewoon mee ontwikkelt. Elke keer als die wat gebruikt, krijgt dat weer een stukje in diegene's hoofd erbij. Dus op laatst kan iemand gewoon dingen die onder hypnose zijn gebeurd, kan diegene bijvoorbeeld in één keer gaan herinneren. Gewoon omdat dat deel groter wordt. En dat kan ook gewoon na de tijd zijn. Bijvoorbeeld iemand die kan bijvoorbeeld 10 jaar niet meer onder hypnose gebruikt zijn. Ja, bijvoorbeeld soms worden vrouwen als kind gebruikt onder hypnose en dan weten ze dat niet eens meer, wat logisch is. Maar dat deel groeit wel mee en als dat later dus doordringt in het bewuste gedeelte, dan kan een vrouw bijvoorbeeld ineens herinneringen krijgen. Ja, ik ben verkracht door papa of wat dan ook, of door mijn vader dan dus. Hè, en zo. Maar het kan voor mannen natuurlijk in principe ook, want als het om hypnose gaat, zodra een jongen bijvoorbeeld een man begint te worden en die krijgt een vriendin, nou ja, er zijn ook heus vast wel hele zieke mensen die dan een jongen gebruiken. Een moeder bijvoorbeeld, die dan een zoon gebruikt voor haar eigen, ja, vul het maar in. Nou, en dat kan dus later ook gewoon doorbreken, maar mensen staan dus niet bij stil dat het kan. En diegenen die er wel heel veel mee bezig zijn, die gaan misschien allemaal manieren verzinnen dan om ermee weg te komen, zo van... mijn kind is aan de drugs geraakt, mijn kind is psychotisch of mijn kind is gek in de kop, die zegt maar wat of wat dan ook. En zo'n ouder die wordt dan eerder serieus genomen als een jongvolwassene die helemaal is afgegleden. En wat zou ik nog meer zeggen? Ja, de spiegel en de koptelefoon en de hypnose. Ik denk dus dat er heel veel met schizofrenie en dat soort dingen misschien wel valt te voorkomen. Het is natuurlijk dan niet goed dat er nog steeds hypnose toegepast wordt. Maar ja, zoals het nu is, wordt er nog niet iets aan gedaan, om het zo maar te zeggen. Niet daadwerkelijk. Ik heb wel ideeën ingediend. Maar met een spiegel en een koptelefoon en dan dat de persoon zelf de hypnose heeft ingesproken en afdraait met een cassettebandje of computer of wat dan ook. Het hoort via de koptelefoon en zichzelf dan ziet. Dat zou mogelijk ook kunnen dat diegene dan zichzelf op die manier hypnotiseert met een opdracht van de hypnotiseur. En dan heeft hij dus wel de eigen energie van zichzelf in de hersenen. En niet nog een stemmetje er extra bij of een energie van een ander. Wat mogelijk dus schizofrenie kan voorkomen. En ik hoop dat ik dan misschien toch heel veel mensen blij maak op die manier.
Dat ze in ieder geval niet later ergens als een mental case ergens bijhangen met allemaal stemmetjes in het hoofd of zo. Hey, misschien heb ik dan toch iets heel belangrijks bijgedragen. Hopelijk.